Dag, mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara. Dit gaat een algemene reading zijn voor de maand van december 2020 voor mijn lieve Waterman. Dit is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat de rest achter. Kijk dan eerder naar de sterrenbeeld dat in jouw maan, in jouw ster of dan wel in jouw ascendant staat. Mocht je het leuk vinden wat je ziet, like, deel, volg het, abonneer je. Klik op dat belletje. Dan blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Het zijn er wat veel. Deze kwamen wel uit. Het zijn dus nog steeds veel. Ik ben dus al wat orakelkaarten aan het nemen. Om een beetje de algemene... Maar er is van alles omgegooid. Algemene energie van deze maand voor jou te bekijken. We hebben... die heb ik nog nooit gehad. Gewijde ruimte. Maak voor jezelf een altaar, een bezoek of bezoek een gewijde plek. En maak contact met de goden. Een gewijde ruimte. We hebben oceaan van eeuwige liefde, heel worden, creativiteit en vruchtbaarheid. Tantrische eenheid. En de maanboom. Ik ga beginnen met de maanboom, want die heb ik ook nog nooit gehad. Dat is van de universele liefde. Orakel, de maanboom. 46, samen 10. Einde van een cyclus, begin van iets nieuws. Een oud idee komt weer boven water. De omstandigheden zijn nu gunstig. De maan staat in lijn met uw hemelse ster. Als waterman, de hemelse ster, dat is wel mooi. Voed dit idee. Door liefde en positieve energie zult u positieve resultaten bereiken. De mysterieuze afbeelding op deze kaart toont een majestueuze eik die een vruchtbare aarde is geworteld. Hij is sterk en groot geworden, zijn takken reiken naar de lucht en worden gevoed door het licht van de spirituele maan. Deze kaart stelt ook een huwelijk in een bepaalde vorm voor. Het huwelijk tussen hemel en aarde, tussen het fysieke en het spirituele. Of een heilig verbond waarin iets nieuws wordt geboren. Oké. Een oud idee komt weer boven water. Het zijn nu gunstige momenten. Huwelijk tussen hemel, aarde, fysiek, spiritueel. Met dat tantrische is dat ook. Dat is een nieuwe vorm van verbinding met iemand. Dus of dan wel met een nieuwe partner of dan wel binnen je huidige relatie kan dat zijn dat jullie een tantrische eenheid gaat vormen of een nieuwe spirituele verbondenheid gaan creëren. Spreekt dan weer veel over liefde. Eeuwige oceaan. Oceaan van eeuwige liefde. Zal ik die ook nog even lezen? Nummertje 44. Men zegt altijd, liefde overwint alles. Dit geldt speciaal voor jou op dit moment. Er is iets opgelost, geheeld door liefde. Wat eerst onvruchtbaar was, wordt nu vruchtbaar. Er is een zaadje geplant en dat heb jij en daar heb jij mee gewerkt. De voorwaarden zijn uitstekend. De tijd is rijp. Je kunt iets nieuws creëren. De geboorte van iets nieuws brengt blijdschap en enthousiasme met zich mee. De altijd wisselende seizoenen van de eeuwigheid draaien aan een onzichtbaar wiel van het leven en er begint een nieuwe cyclus. Een nieuw denkbeeld is geboren. Of een oud denkbeeld, een oud idee wat terug in leven. Of ja, het is trouwens alle twee wel een hele mooie maan. Ik weet niet of de volle maan voor jou een mooi moment is om iets helder te krijgen. De affirmatie die erbij hoort is liefde heelt, liefde lost de dingen op, liefde overwint, liefde creëert, liefde is eeuwig. Amen. We gaan even zien wat de tarot hier verder over te vertellen heeft. Ik ga 4 kaarten nemen. De eerste is jouw situatie op dit moment. De tweede is jouw uitdaging. De derde is het advies van het universum en de vierde is de uitkomst, mocht je het advies nemen. Dat is oké, voor Waterman december 2020. Wat is voor Waterman december 2020? De uitdaging, alsjeblieft, wat is de uitdaging? Wat is het advies voor Waterman 2020, december 2020?
Geen advies. Dat is te veel. Eén advieskaart alsjeblieft, hoogstens twee. Wat is het advies voor waterman? Denk je wel. De duivel. En wat is de uitkomst? Oké. Onder op het dek heb je de dwaas. Over een nieuw begin, iets nieuws creëren. Gesproken, dit is ramenergie. Dit is iemand die dus echt wel een sprong in het diepe durft te nemen. De moed heeft om het te doen. Het vertrouwen heeft in zichzelf en in het universum. Het komt wel goed, dus dit is een nieuw begin. Dat kan dus op alle fronten. Ik heb ondertussen een nieuwe eenheid gehoord. Een nieuwe verbinding in liefde. Dat kan een nieuwe creatief iets. Er is nieuwe vruchtbaarheid. Er is van alles. In de huidige situatie heb je de koningin van staven. Leeuw boogschutter energie. Dit spreekt over iemand die inderdaad heel zelfstandig, onafhankelijk, vurig, gepassioneerd, staat sterk, zoek wel liefdevol, weet wat ze wilt, doet goed. Dus sta jij in jouw vurige kracht, als waterman moet dat kunnen, sta jij in je kracht of is dit iemand in jouw omgeving? We gaan eens even zien. Voor mij is dat ook wel inderdaad, zij is zelfstandig en onafhankelijk. Dus is dat nieuw idee iets zelfstandig en onafhankelijk? Wat is die koningin van staven alsjeblieft? Met de duivel twee keer toe. Hoppakee, dat zijn dus te veel. De duivel, de aas van zwaarden. De tien van kelken en de vier van zwaarden. Dus we hebben steenbok-energie, we hebben lucht-energie met de aas van staven en de vier van aas van zwaarden en de vier van zwaarden. Dus de aas is een nieuwe helderheid, een nieuw beeld, een nieuw idee. Dit is een beslissing nemen ook vanuit die helderheid, dat idee. Na een tijdje van rust, na een tijdje van pauze. Ik denk dat we met Vela de vier van zwaarden hebben gehad. Het is even pas op de plaats, dus even bijslapen, is rusten, vakantie gaan. Maar dat is een tijd van stilte, geen communicatie, rust. Dus na een tijd van rust heb je iets heel helder. Klaar om een beslissing te nemen. En met de duivel, en we hebben de tien van kelken. De tien van kelken is de gelukkigste kaart van de kleine arcane. En betekent ook zo geluk na moeilijke tijden of zo onverwacht geluk. Is dat de beslissing die je gaat nemen om na rust en moeilijke tijden nieuwe passie ergens in te blazen? Dit is of een zelfstandige activiteit. Beginnen. We hebben de duivel. Ja, duivel betekent alles wat toxisch, ongezond is. Dus dit kan binnen een relatie zijn, dat er ongezonde verhoudingen zijn. Dat kunnen verslavingen zijn of ongezonde gewoontes die je hebt, waar je korte metten mee maakt na een tijd van bezinning. Waardoor je veel gelukkiger en sterker in je kracht komt te staan. Ja, ik voel wel dat er inderdaad een beslissing wordt genomen om dat duiveltje aan te gaan, welke manier dan ook, los te laten, om jouw geluk na te gaan. We gaan even zien wat er verder allemaal gaat komen, want de uitdaging hebben we de zes van pentakels. Dus als je het hebt over verslavingen en zo, dan doe je altijd iets te veel van het goede. Dit spreekt over een eerlijke balans. Niet te veel, niet in overdaad. Binnen relaties hetzelfde. Niet te veel, niet in overdaad en balans. Dus dat is de uitdaging. Een balans vinden. We gaan even zien. Wat is die zes van pentakels alsjeblieft? Voor waterman. December 2020 en de uitdaging.
is die zes van pentakels. Hoepakee. Nee. Wat is die zes van pentakels, alsjeblieft? Nou, wat is die zes van pentakels met de koningin van pentakels? De zegenwagen. Nog één kaartje, alsjeblieft. Dankjewel. En de twee van zwaarden. De ster onderop. Daar ben je. In je kracht en in je glorie. Even kijken. Dus we hadden het over een balans tussen geven en nemen. Over balans gesproken, we hebben de koningin van pentakels. Wat voor mij, ja, dat is aarde-energie, dus stier, maag, steenbok. Is iemand die heel bemoederend is, heel liefdevol is, heel veel geeft. Soms te veel. Dus geef jij te veel binnen een relatie? En is dat dus de reden waarom je een balans moet gaan vinden? Er is de twee van zwaarden. Weer luchtenergie. Dat is het niet kunnen kiezen, niet kunnen zien. Een beetje in je hoofd vastzitten. Een beetje mentaal vastzitten. Dus ja, redelijk tegenstrijdig met deze. Wil je iets beslissen, maar durf je niet? Zit je te veel in je hoofd? We hebben ook de zegenwagen, boogschutter, kreeftenergie. Dit is iemand die de teugels in eigen handen neemt, weet wat hij wilt en die gaat ervoor. En die gaat snel. Is jouw uitdaging een beslissing nemen om een nieuwe balans te vinden? En nou, dit is ook de kaart van zelfliefde. Lief voor jezelf te zijn, te doen wat goed voor jou is. Goed voor jou zorgen. Ja, de uitdaging blijft een balans vinden tussen wat je geeft, wat je ontvangt en een beslissing ook durven te nemen, vooruit durven te gaan. Want deze twee, dit is een beslissing nemen, ja, het hoofd boven het hart zelfs. Van, je moet op een gegeven moment gewoon een knoop doorhakken en dat was hier inderdaad ook al aanwezig. Dus misschien zat je eraan te denken en is het dus de uitdaging om een beslissing te nemen. We gaan even zien wat die duivel is. Dus duivel hebben we net ook al gezien. Maar dat is nu in je advies. Dus de duivel als advies, steenbokenergie, dat heb ik nog niet vaak gezien. De hoogpriesteres onderop, intuïtie. We hebben de geliefde, wat dus kan spreken over soulmate connectie, de liefde in het algemeen, hoe dan ook. Maar dat kan ook spreken over keuzes, een keuze maken. Tweelingenergie. We hebben de zes van kelken. Dit kan te maken hebben met het verleden. Dit kan te maken hebben met je kindertijd, zover in het verleden. Dit kan ook iemand uit het verleden zijn die terugkomt. En we hebben de gehangenen. Visenergie. Dit is iemand die zichzelf in een andere positie zet, een beetje zich terugtrekt. Op de kop gaat staan om de situatie op een andere manier te bekijken. Dus is jouw... Ah ja, ik zie het. Als je het op een andere manier bekijkt, is de duivel de lovers. Want uiteindelijk het enige wat hun verschilt is dus de ene heeft een engel. Volgens mij is dat Archangel Michael of Gabriel, weet ik niet. En we hebben de duivel. Oké, deze zitten vast aan elkaar met... kettingen. Die kettingen zitten zo los dat ze los kunnen komen, hè? Maar dat is een beetje zo ongezond vastzitten aan elkaar. Terwijl dat hier houden ze hun handjes vast. Zitten niet vast. Dus dat toxische, dat
ongezonde wat in het huidige al speelt. Het advies is, bekijk het op een andere manier, want wat het duivels of ongezond of slecht uitziet, oké, en als we het hebben over verslaving is dat nog steeds ongezond, hè, maar goed. Maar ik heb het gevoel dat het misschien wel over iets anders kan gaan. Kun je inzien dat eigenlijk iets wat er misschien in eerste instantie niet zo goed uitzag, eigenlijk een zegen is, vandaar de zegenwagen. En zou het dus, als het over een connectie gaat, zou het goed kunnen komen. Dit is, ja, het goed maken, weerzien, verontschuldigen. Is er een... Heeft iemand een beslissing genomen wat inderdaad een beetje jou op een pauze heeft gezet, ja, heeft doen rusten? Bij andere kaartdek is deze vier van zwaarden, eigenlijk ligt hij gewoon te slapen. Bij deze ziet hij er toch uit als een beetje in de kop en toch niet heel gelukkig. Dus heeft iemand de beslissing, heeft die duivel de beslissing genomen? En heeft dat daardoor een situatie, wat je dacht dat gelukkig was, een beetje op pauze gezet? Vind je het moeilijk om een balans te vinden, om goed voor jezelf te zorgen? Om te kiezen, om vooruit te gaan. En dus het advies, bekijk het op een andere manier. Want dan zou het goed kunnen komen. Kijk verder dan alleen dat duiveltje. Verlos je van die denkbeeldige kettingen. Die waardoor je emotioneel vastzit in plaats van emotioneel liefdevol en vrij. En dan hebben wij als uitkomst, mocht je dus het advies genomen hebben, hebben we de zeven van staven. Vuurenergie, voornamelijk leeuw. Dit is iemand die boven de obstakels staat, zichzelf overstijgt, weet wat hij wilt, vecht voor zichzelf, vecht voor waar hij voor staat. Dus dat is heel vurig, die, ja, dus zelfzeker. We gaan even zien, wat is die zeven van staven voor Waterman? Wat is die zeven van staven, Waterman en Schlucht? Wat is die zeven van staven voor Waterman in december? Oké. We hebben de Hierofant, stierenergie. Dit kan spreken over een vaste verbinding die je met iemand hebt, een huwelijk of dan wel een langdurige relatie, waar precies wel heel veel pijn is geweest door de tien van zwaarden en waar er ook iemand een beetje gefocust was op het negatieve of hetgeen wat er niet was of wat is omgevallen en niet gefocust was op hetgeen wat er wel was. Misschien ook gefocust op het pijn, op de pijn, op het negatieve, de duivelse. Maar met de page van pentakels is dat zo een nieuw... Dit is een nieuwe kans, dit is een nieuwe mogelijkheid. Iets positiefs, iets stabiels, ook materieel wat stabiels. Het kan zijn dat iemand je iets aanbiedt, die voor jou wilt gaan vechten. Of jij wilt gaan vechten voor wat jij wilt. En iets aanbieden. Want die Hierofant ook, je spreekt ook over een hoger bewustzijn. Je weet, je hebt het... Nieuwe helderheid. Nieuwe helderheid. Het kan spreken over spiritualiteit. Dus als we het niet hebben over liefde, kan dit dus ook een nieuwe job zijn. Wat jouw hogere bewustzijn jou aangeeft dat je daarvoor zou moeten vechten. Ook al is het
moeilijk. Die 10 van zwaarden en die 5 van kelken hier vind ik zo jammer, hè? Spreekt dit over het verleden? Want anders zou ik bijna zeggen, volg het advies niet, want het ziet er pijnlijk uit. Dat kan niet de bedoeling zijn van het universum, denk ik. Maar deze ziet er wel hoopvol uit. Je weet wat je wilt. Je gaat ervoor. Ja, ik zie niet ineens zo die tantrische eenheid. Dat spreekt over seksuele tantra. De duivel heeft... Ja, spreekt ook wel over. Dus ja, voor sommigen zou het kunnen zijn dat je binnen een relatie een nieuwe... Dat je eigenlijk dus inderdaad seks op een nieuwe manier gaat bekijken. Met tantra. Iets heel nieuws. Waardoor het ook... Er is precies het einde van... Pijn, kopzorgen. Ik denk ook wel het einde van dat negatieve denken, negatief bekijken van de dingen. Het is de moeite waard om ervoor te vechten. Dit kan een nieuwe, ja, een nieuwe elan krijgen. Ik ga even zien wat het universum van advies nog verder heeft. Wat is het advies voor Manny van Waterman op december 2022? Kluizenaar. Vind of wees een mentor. Trek je even terug van de maatschappij. Ja. Nou, ook niet zo moeilijk op dit moment. Je inzetten voor spirituele groei. Ja, en dat voel ik hier inderdaad. Dit spreekt ook wel over enlightenment. Wakker worden. Inzicht, spirituele inzichten. De hierofant zeker ook. Wat is het advies alsjeblieft voor mijn lieve Waterman? December, denk ik wel. Beloon jezelf voor het harde werken. Vreugdevol en succesvol eigen baas zijn. Het koesteren van tijd voor jezelf. Nou ja, het koesteren van tijd voor jezelf. Maar dat eigen baas zijn, ja, zowel de maan, boom als welke had ik nog gelezen? Oceaan van de liefde, van de eeuwige liefde. Ging over creativiteit, vruchtbaarheid, iets nieuws, iets, een idee wat je had. Het kan zijn dat je dat inderdaad als zelfstandige wilt gaan doen. Dat bepaalde negatieve gedachten jou tegenhouden om de beslissing te nemen. Maar als je het op een andere manier bekijkt, zijn die negatieve gedachten, die kunnen onze angsten zijn er om ons te beschermen. Alleen... Dus dat is heel lief bedoeld en zo, van dat duiveltje. Maar ze weerhouden ons vaak ook om bepaalde stappen te zetten. Want die angsten zijn gebaseerd vaak op dingen die helemaal uit het verleden komen. En die nu niet bij definitie van toepassing zijn. Het is niet omdat het vroeger zo is gegaan, dat het zich in de toekomst gaat herhalen. Dus als je dat, die angsten, kun je omzetten in liefde... Is, hè? De enige wat liefde tegen kan houden is angst. Dan hebben we hier dus nog de aas van lente. Het is tijd om in actie te komen. Wees onbevreesd en jaagt vol goede moed je grootste dromen na. Geweldige carrière mogelijkheden. Ja, en dat is effectief. Als je het eenmaal weet wat je wilt, ga je ervoor vechten. Ga je het aandurven te gaan. Je intuïtie, je hogere zelf stimuleert je en motiveert je om de beslissing te nemen, je passie te volgen, in actie te komen. Na een tijd van bezinning, want ja, de gehangene is ook even stilstaan, even terugtrekken. Zoals de kluizenaar, ja, we hebben ze alle drie. De kluizenaar, de vier van zwaarden en de gehangene. Dus dat is inderdaad
Ja, we zitten in lockdown, dus op zich is het niet moeilijk. Maar daardoor wel tot nieuwe inzichten komen en nieuwe mogelijkheden zien. En het eigenlijk tot iets heel vruchtbaars kan creëren. Ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou uitpakt deze maand. Hoe dan ook, denk ik, heel veel nieuwe inzichten. Mogelijkheid op liefde, tantrische eenheid, een nieuwe verbondenheid binnen een huidige relatie. Of dan wel beslissen om uit het verleden iemand toe te laten. Want als dit die persoon is uit het verleden dat terugkomt, ben je wat defensief. Je probeert je verdedigt je een beetje. Omdat je bang bent om nog eens gekwetst te worden. Maar je intuïtie geeft toch iets anders aan. Dus het is tijd om in actie te komen. Wees onbevreesd. Je wordt beloond voor je hard werken. En zet je in voor spirituele groei. Nou, ik ben heel benieuwd hoe deze maand inderdaad echt praktisch uitwerkt voor je. Dus laat me zeker iets weten. Mocht je het leuk hebben gevonden, like, deel, volg het. Klik op het belletje, dan blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik ben vanaf nu ook te boeken, ik weet niet of ik het aan het begin al heb verteld. Ook te boeken voor privé readings. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als zo op een video gepersonaliseerd en enkel voor jou. Want dit is dus nu voor alle watermannen in Benelux. Dus enkel voor jou, dat is allemaal mogelijk en dan vind je de informatie terug op mijn website. Ik zal de link hier beneden toevoegen. Daar vind je dus alles wat je nodig hebt om te weten. Ik dank je voor het kijken en ik wens je een prachtig mooie, liefdevolle, lichtgevende maand december 2020. En ik zeg tot snel.